René die zal er ook van opkijken. Maar Wim Suurbier die heeft een broerte gehad. Die ligt in het vuur in Amsterdam en het ziet er niet goed uit. Die waren ze op een gegeven moment helemaal kwijt. Want hij nam zijn telefoon niet meer op. En hij heeft nog een dochter. En zijn ex-vrouw heeft zich erom bekommerd. En ze zijn wezen kijken. En ze weten niet hoe lang die er gelegen heeft. Maar hij was helemaal van de wereld. En hij is naar het vuur vervoerd. En ja, het ziet er gewoon niet goed uit. Er liggen op intensive care. En alleen de dochter en zijn ex-vrouw Maya, die zich altijd nog wel over hem ontfermd heeft, die mogen erbij. En voor de rest moeten we maar afwachten. Maar het kwam bij mij heel raar binnen, want ja, Suurbier hoorde er gewoon bij. Daar ben ik denk ik 40, 50 jaar mee opgetrokken. En ja, dat was altijd vrolijkheid en lachen. Altijd een goed humeur. Nooit achter zijn ellebogen. Hele oprechte man. Toen wij in Scheveningen zaten, een jaar of 8 geleden, toen heeft hij al een keer een TIA gehad. Maar dit was dus echt een hele serieuze hersenbloeding. Ja. Hij heeft jou grootgebracht een beetje. Ja, toch? Tuurlijk. Ik heb bij mijn huis gewoond. Van mijn 17e tot mijn 19e. Ja. Sparta-tijd. Ja. Belangrijkste jaren in je leven. Ja. Goeie humor. Waanzinnige gozer. Maar ook gewoon dat wat Johan ook zegt, zo opgeruimd. En nog nooit een onvertogen woord over een ander horen zeggen. Nee. Zelfs Arie Haan, bij wijze van spreken, waar iedereen een pleurenstekel aan had. Nee. Dat klopt. Vond hij nog een aardige gozer. Maar daarom was Wim totaal ongeschikt voor een boek. Want hij wilde geen verhalen vertellen. Nee, het is... Die is al een paar keer helemaal op nul begonnen, hè? Ja. Die heeft in Amerika gespeeld. En op een gegeven moment is hij zo opgelicht dat hij gewoon tuinman is geworden in Florida. Nou, hij is niet opgelicht, hij heeft gewoon al zijn geld erdoor gedraaid. Oh. Maar hij kwam dan, zeg maar, hij speelde toen de tijd in Amerika. En dan kwam hij bij ons spelen in die maanden dat er daar geen voetbal was. Bij Sparta. En iedereen heeft hem altijd geholpen, omdat iedereen een zwak had voor die man. Maar de laatste jaren dus minder, blijkbaar was iedereen hem uit het oog verloren. Of... Ja, nou, hij leefde wat eenzaam de laatste tijd. Hij had een appartementje in Amstelveen. Ja. En Rudy Bennett die zag hem één keer in de week, want dan ging hij bij de viskar een haringje halen. En voor de rest liet hij zich helemaal niet zien. Bij Ajax kwam hij ook haast niet meer. Dus het was niet zo vreemd dat heel weinig mensen hem kwijt waren. Want hij was al een beetje op zichzelf. Ja. Maar voor de familie was het natuurlijk wel raar. En de vrienden van hem die hem nog wel eens belden, ze kregen geen contact meer met hem. En die begonnen zich zorgen te maken. Ja. Maar wat je zegt, het ziet er slecht uit. Dus moet er afwachten. Ja, het ziet er niet goed uit. Oké. Okay. We gaan zo nog even verder. Hoe oud is hij? Ik denk dat Willem een jaar 75 is. 75 is inderdaad. Je had in deze tijd 150 interlands gespeeld. Als rechtsback. Ja, absoluut.